Denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig land gaan. Zijn gedicht van deze persoon, je ziet al een zwart-wit foto, dus het is een redelijk oud, maar ook wel een redelijk bekend gedicht. Cultuur, maar cultuur kan natuurlijk niet zonder natuurkunde. En we gaan het dikker hebben over, kijk, daar heb je al een druppeltje, ja, over vloeistofstromen. Maar niet alleen vloeistof, maar ook, je zou koud van worden, maar we gaan het ook hebben over gasstromen. Snel dus verder met vloeistof en gasstromen. Oké, je ziet hier dus duidelijk een vloeistofstroom van links naar rechts stromen. Het heeft een bepaalde snelheid. Stel je voor, het heeft een stroomsnelheid van een halve meter per seconde. Je kunt natuurlijk ook een wat dikkere tuinslang nemen. Dan stroomt het misschien met dezelfde snelheid, maar dan zie je al dat er eigenlijk meer doorheen gaat. Want bij de bovenste, als je dat even bekijkt, dan gaan dus iedere keer twee druppels bij langs. Hè? Stel je voor twee druppels per seconde. Het is hier iets minder dan een seconde, maar vooruit. En daaronder, met dezelfde snelheid, gaat het met vier druppels per seconde. En dat betekent dus dat het eigenlijk belangrijker is dat je weet van ja, hoeveel komt er bij langs dan de stroomsnelheid. Stroomsnelheid is natuurlijk ook wel belangrijk, maar ik wil graag weten hoeveel gaat er bij langs. Nou, en de hoeveelheid die er bij langs gaat, dat wordt genoemd het debiet. Ja, het debiet is de hoeveelheid water wat langs stroomt. Ja, hoewel water, ja, dat is natuurlijk wel iets wat ontzettend vaak voorkomt. Hè? Een waterleiding, iedereen heeft bijna een waterleiding in huis natuurlijk, althans, ik hoop van wel. Maar je kunt ook dit hebben, ja? Een pijpleiding waar olie doorheen stroomt, of natuurlijk gas. Het was vloeistof en gasstroom. En over gas gesproken, wat denk je aan je gasfornuis? Ja, het is wel belangrijk dat je weet hoeveel gas er doorheen stroomt, want ja, het moet wel betaald worden. Kortom, debiet is toch wel iets wat je vaak tegenkomt. Het symbool voor debiet, dat is de hoofdletter Q. En daar moet je wel een beetje op passen natuurlijk, want hoofdletter Q is ook het symbool bijvoorbeeld voor lading. Dat heb je bij elektriciteit gehad. Dus eventjes kijken van, hey, hoofdletter Q, in dit geval debiet. Hoe kun je nou het debiet berekenen? Nou, de formule is, Q is, en het is de hoeveelheid per seconde. Dat betekent dus dat je moet weten hoeveel heb ik het. Ja, hoeveelheid is volume en moet in kubieke meters. En dan per seconde, dus ik wil graag per tijdseenheid, dus ik deel door de tijd. Nee, als je in 10 seconden meet hoeveel er bij langs komt, dan moet je delen door 10 om te weten van ja, maar hoeveel is nu in 1 seconde. En als je de formule hebt, heb je natuurlijk ook de eenheid, want de eenheid, dat is dan volume in kubieke meters, dus die komt boven, tijd in secondes, die komt beneden, oftewel de eenheid is kubieke meter per seconde, of eventueel meter tot de macht 3 maal seconde tot de macht min 1. Die twee zijn hetzelfde. We gaan even lekker een bad nemen, althans we, jij. Stel je voor, je hebt een bad en die heeft een lengte 200 cm, breedte 80 cm en hij is 50 cm diep. Nou, moet natuurlijk eerst even lekker warm water in, dus je zet de kraan open op de juiste temperatuur. En na 15 minuten is het bad voor driekwart vol en dat is ook wel voldoende, want je moet er zelf ook nog bij in. Hoe groot is het debiet in dit geval? Natuurlijk ga ik het uitleggen, maar zet de pauze knop even aan en ga je eerst zelf even uitrekenen. Hè? Dus pen en papier, rekenmachientje erbij en ik zie je zo meteen weer. Oké, het debiet, om dat te berekenen, is het natuurlijk volume gedeeld door de tijd. Volume, het volume, nou, het bad is lengte keer breedte keer hoogte, dus het volume van het bad is, en let op, volume 1 kubieke meters, dus je moet ook de lengte, breedte en hoogte in meters invullen, want dan krijg je automatisch kubieke meters, 0,8 kuub. Maar dit is het volume van het bad, je moet natuurlijk het volume van het water hebben. En het bad wordt driekwart vol, dus driekwart van 0,8 kom ik op 0,6 kuub water wat in het bad gaat.
Nou, dit wordt in 15 minuten gedaan. Moet natuurlijk in secondes. Dus 15 keer 60 is 900 secondes. Dat invullen. En 1 met de rekenmachine. En komt op 6,7 keer 10 tot de macht min 4. Twee cijfers significant natuurlijk. Hè? Want kijk bijvoorbeeld hier. Twee cijfers. Daar twee cijfers. En daar twee cijfers. Dus ook jouw eindantwoord in twee cijfers significant. En de eenheid in dit geval is kubieke meter per seconde. Nu heb je in het dagelijks leven met kubieke meters niet zoveel te maken. Hè? Je hebt meestal te maken met liters per seconde. Weet je hoeveel liter per seconde dit is? 1 kubieke meter is 1000 liter. Dus als je 6,7 keer 10 tot de macht min 4 hebt, dan moet je dat dus keer 1000 doen. En dan kom je op 0,67 liter per seconde. Dat is dus hoeveel het water die door de kraan heen stroomt, door de leiding heen stroomt. Dat is het debiet. Goed, terug naar de waterslang. Zo'n tuinslang, je weet wel, hè, dat 50 meter lengte bijvoorbeeld. Zo'n tuinslang kun je natuurlijk ook kopen in diverse maten. En een belangrijke maat is de diameter van zo'n slang. Nou, ik heb hier een slang met een diameter van 1 centimeter. Nu is de diameter natuurlijk van belang, maar van belang is eigenlijk meer. Wat is dit? De A. De A staat voor oppervlak, maar het wordt ook wel de dwarsdoorsnede genoemd. Let op, dwarsdoorsnede of doorsnede, dat is een ander woord voor oppervlak. Het is niet hetzelfde als diameter. Diameter wordt met een D geschreven, althans afgekort. Dwarsdoorsnede is dus niet de diameter, maar het is het oppervlak. Hoe bereken je het oppervlak van zo'n cirkel? Moet je eigenlijk wel een beetje paraat hebben, want het wordt vaak gebruikt. Oppervlak van de cirkel kun je berekenen met een kwart keer pi keer d kwadraat. Dus als je dat invult, dan kom je op 0,785 vierkante centimeters. Ja, ik heb het in centimeters ingevuld. Als je dat wilt omrekenen naar kubieke meters, niet kubieke meters natuurlijk, maar vierkante meters. Nou kijk, hè, centimeter naar meters, dan moet je delen door 100. Dus keer 10 tot de macht min 2. Maar het is hier niet centimeter, maar het is vierkante centimeter. Dat betekent dus dat je twee keer moet delen door 100. Dus dat betekent dat het keer 10 tot de macht min 4 is. Nou, en vaak wordt dit ook eventjes omgeschreven naar 7,85 keer 10 tot de macht min 5 vierkante meters. Je had je het iets makkelijker kunnen maken. Je had natuurlijk ook het oppervlak, de dwarsdoorsnede, kunnen berekenen met een kwart pi d kwadraat, waarbij je d meteen in meters invult. En dan scheelt het je weer het omrekenen van vierkante centimeters naar vierkante meters. Maar goed, dus het oppervlak is 7,85 keer 10 tot de macht min 5 vierkante meters. En dat is dus de slang waar het water doorheen stroomt met een stroomsnelheid van een halve meter per seconde. We gaan even naar die stroomsnelheid bekijken, want dat betekent dus dat één zo'n druppeltje, ja, die zal dus per seconde een halve meter afleggen. Nou, als we nou eens die halve meter bekijken en we kijken even dat stukje draad wat er is. Ja, daar is dat stukje draad van halve meter lengte. Ja, dat is eigenlijk gewoon een cilinder. En je kunt het volume van de cilinder berekenen. En dan heb je dus inderdaad ook de hoeveelheid water. Ja, het volume van de cilinder, dat is het oppervlak. Nou, die heb ik zo net berekend. Keer, ja, voor cilinder wordt vaak hoogte gedaan, maar dit is eigenlijk natuurlijk de lengte, hè? Oftewel het volume van een stukje draad, dat is 7,85 keer 10 tot de macht min 5, het oppervlak, keer de lengte, keer een half, en dan kom ik op 3,93 keer 10 tot de macht min 5 kubieke meter. Eventjes, hè, dat is dus 0,03 liter. Maar dit is dus eigenlijk wat per seconde er doorheen stroomt, oftewel wat hier is berekend, dat is dus het debiet wat hier door deze slang stroomt. Nou, daar gaan we nog eens eventjes wat beter naar kijken. Ja, dus een slang, lengte L, stroomsnelheid V, je ziet ik doe de getallen eventjes nu weg, en de slang heeft een dwarsdoorsnede van A. Hoe groot is het debiet? Kun je berekenen met volume gedeeld door de tijd.
Maar het volume, hebben ze net gezien, dat is eigenlijk het oppervlak keer de lengte van dat stukje buis. Als ik dat een beetje ga herschikken, dus die A, die zet ik erin voor, hè, dat mag. En wat zie je dan? Daar staat L gedeeld T. Wat is lengte gedeeld tijd? Dat is dus eigenlijk aantal meters gedeelde secondes. Meter gedeelde seconde, meter per seconde. Dus dat is de snelheid. Oftewel, het debiet kun je ook berekenen met oppervlak keer de snelheid. Je hebt hier op twee manieren hoe je debiet kunt berekenen. Ja, allereerst deze, volume gedeeld tijd. Maar je kunt het ook berekenen met oppervlak keer snelheid. Ook dit zullen we even iets verder bekijken. We gaan het nog een keer bekijken, maar nu niet met een tuinslang, maar want ja, daar zijn geen vissen in. Nee, dit is een stukje rivier. En we kijken er dwars tegenaan. En zo'n rivier heeft hier wel een ontzettend vlakke bodem, dat is natuurlijk niet zo. Hè? De hoogte varieert wel eens. En stel je voor, ik heb hier, ja, ergens in het midden van een rivier, dat de hoogte een beetje kleiner wordt en de bodem gaat omhoog. De hoeveelheid water echter, kijk, hè, aan het begin heb ik hoeveelheid water die langstroomt. En ja, dat is natuurlijk hetzelfde als wat er na die zandbank is. Maar ja, je kunt niet zomaar water, kijk, hè, je hebt hier water en ja, dat kan hier niet zomaar verdwijnen. En hier kan niet zomaar weer ontstaan. Dat betekent dus dat de hoeveelheid water in het middenstuk, die moet gelijk wezen aan de voor- en achterkant. En dat kan anders niet wezen dat je dus daar in het midden een hogere snelheid hebt. Ja. En kun je ook een beetje wel beredeneren, want als je dus de hoeveelheid water voor gelijk moet wezen aan de hoeveelheid water in het tussenstuk, nou, wat geldt er? Q was, staat trouwens daar linksboven nog, dat is A keer V. Dus dwarsgesneden aan het begin, keer de snelheid, is gelden als dwarsgesneden in het tussenstukje, keer de snelheid daarbij. En als daar dus de diepte minder groot wordt, dat betekent dus dat de opening kleiner is, de dwarsgesneden wordt kleiner, en heb je automatisch dus dat de snelheid groter wordt. Heel belangrijk dus, hè, dat je dit zo bekijkt. En in de praktijk zie je dat ook vaak genoeg. En je komt het ook op andere plekken tegen. Wat denk je van deze? Een injectienaald. Ja? Het gaat ontzettend traag, wordt het ingeduwd. Maar doordat die naald zo ontzettend dun is, gaat de vloeistof er wel met een behoorlijke snelheid uit. Het spuit eruit. Ja, en dat is ook weer dus een kleinere doorsnede, betekent dat de snelheid groter wordt. En bijvoorbeeld ook een tuinslang. Ja? Als je die dicht duwt, het uiteinde, hè, verklein je ook het oppervlak en dan spuit het water er met een veel grotere snelheid uit dan normaal. Kijk, ja, daar komt ze. Zie je? Piep, piep. Ja, en nou is weer een zwak straaltje. Nou, zij stopt ermee en het lijkt me het beste dat het ook weer mooi is geweest. Bedankt voor het luisteren. En wellicht tot een volgende keer.